Dag dames en heren. Het weerbeeld oogde vandaag heel vriendelijk in grote delen van Nederland. Met blauwe luchten, mooie stapelwolken. Op veel plaatsen was het vriendelijk, maar in het noorden van Nederland, en dat kunnen we mooi op de satellietbeelden zien, ja, daar waren wat grotere stapelwolken aanwezig. Stapelwolken waaruit zelfs nog een paar buien vielen. Terwijl in de rest van Nederland die stapelwolken vanaf grote hoogte soms niet eens heel erg goed zichtbaar waren. Zo klein waren ze. Overigens, op het randje van de kaart zien we wel weer een dikke pakket met bewolking. Dat komt geleidelijk aan onze kant op. Hebben we nu nog geen last van. Nou, hier zien we die buitjes in het noordoosten. In het tweede deel van de ochtend moet ik eigenlijk zeggen. Geleidelijk aan trokken ze naar het oosten weg. Werden ze minder talrijk. Het zuidoosten kreeg nog een enkele bui over zich heen. Maar op heel veel plaatsen was het vandaag eigenlijk dus best vriendelijk weer. Nou, zo vriendelijk blijft het niet. Want die bewolking op het randje van de satellietplaats zojuist. Dat hoort bij een groot regengebied. En dat komt onze kant op. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht gaat er uiteindelijk regen vallen. En ook morgenochtend is het in het oosten nog regenachtig. In de middag volgt dan een aantal buien, ook een aantal opklaringen. En verantwoordelijk daarvoor is een lage drukgebied wat donderdag op de Noordzee blijft rondcirkelen. En dus ook donderdag moeten we nog rekening houden met een aantal buien. In de computeranimatie zien we ook terug dat de regen later vanavond al Zeeland binnenschuift. Vannacht het hele land overtrekt. En morgen, nou net voor zonsopkomst, dan regent het nog in het hele land. Maar uiteindelijk zien we dat in de vroege ochtend het vanuit het westen droog gaat worden. En dan hebben we in de middag af en toe ook wel weer een aantal buien. Een paar pittige buien zitten ertussen, mogelijk met onweer. En ook in de nacht naar donderdag, dan trekt een zone met buien van west naar oost over het land. Nou, voor vanavond betekent dat echter nog relatief rustig weer. Ook omdat de wind naar het zuiden draait en duidelijk in kracht afneemt, staat wat dat betreft nog best een vriendelijke avond op het programma met opklaringen. Maar in het zuidwesten, daar wordt het wolkenpakket snel dikker en volgt er regen. En vannacht gaat er dus in het hele land regen vallen. Minimumtemperaturen bij dat alles zo'n 7 of 8 graden. En later draait de wind alweer naar het zuidwesten. Morgen is die wind nadrukkelijk aanwezig. Windkracht 6 tot 7 aan zee. En ook boven land met windkracht 4 tot 5 is de wind goed aanwezig. Het wordt een graad of 12. Overal laat van tijd tot tijd de zon zich zien. In de ochtend valt in het uiterste oosten nog regen. En in de middag komen dan verspreid over het land een paar buien tot ontwikkeling. En inderdaad, ook lokaal is wat onweer mogelijk bij een zwaarder exemplaar. Het blijft nog even een aantal dagen wisselvallig. De komende dagen ook weliswaar af en toe zonneschijn, maar toch ook wel regelmatig nog een paar buien op de donderdag. Vrijdag met name in het zuidoosten van het land. Maar rond het weekend of begin volgende week, dan zien we dat het droge weer terugkomt. Met meer zonneschijn gaat dan ook de temperatuur geleidelijk aan omhoog naar lenteachtige waarden. Wat mij betreft, tot een volgende keer.